Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rayman Legends samen met Jordi van de Support Guys. Hola. Hola. Como te llamas? Net de laatste 10 verdedigd, want je hebt 20 onder. Oké, ik heb niks van verstaan wat je zei. Haal het binnen 120 seconden, dus alles wat je hier doet, ja? Je hebt 120 seconden de tijd voor. Oké. Oké. Nice. 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 Hoe wil je dat nou overkomen? Attacken naar beneden toe. Moet ik nog opnieuw doen? Nee. Maar het kost nog tijd. Oké, please dat we genoeg tijd hebben. Ja. Kom op. Ja. Nice. Heel mooi. Fijn. Nice. Lekker hoor. Kom maar op met die level. Je bent nou loopt Waluigi? Nee, bijna. Ik krijg heel veel wat. Oh, ik word een geluksloot openen. Hey, Luigi Roblox. Ja. Roblox. Ja, Roblox, Roblox. Wie een kriesje. Dat is nou jammer. Eén, twee, drie, vier. Dit is het ene laatste wereldje, toch? Twee na laatste. Er zijn er zes werelden. Ja. Da 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 ba ba bam ba da 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 ba da da. Dan zitten op kampvuur en zingen het kampvuurlied. Nou, van die komt blijkbaar. Ja. Ja, we kunnen altijd nog wat terug, maar we moeten soms toch dat rechte pad opnemen, dus. De game gaat dus uit van dat je het linker pad neemt. Of ik bedoel het rechte pad. Ja? Oh ja, omdat het verder nog. Ja. Hier een poort. Oh, yeah! Dat konden we toch niet.
Hij had het gevonden, maar niet gezien. Het idee is duidelijk. Ja. Het idee is zo duidelijk, daar word je bang van. Ik ben te traag. Uit. Vooral dat het me gewoon niet lukt om dit ding te bewegen. Nou, het zal wel. Ah, saai. Kom maar door. Oh, het is gewoon random. Ja, of is het dat ze werken, dat kan nog steeds. Ja. Het is wel dit tweede zijn. Mogelijk. Nee, dat is echt random. Whee! Andere vibe. Andere contraien. Wedden. Weer? Voordat je verder gaat? Nee. Oh, je dacht, ik kan zo'n... Nee. Ja. Maar die dus. Sowieso hier binnen. De elektriciteit moet eerst uit. Ja. Ja. Wanneer de elektriciteit uit is, kunnen we hier naar boven. Daar is het ding, maar ik heb alleen geen idee hoe je dat stuk moet halen. Kom op, blij man. Oké. Okay. Oh, even. Nice. Zo. Ja, het is gewoon compleet random dit. Oh, wat flauw, ik sta in de hoek. Oké, is dat allemaal uit? Kunnen we hier naar binnen? We gaan in de tunnel. Wedden, onze grote vriend weer. Da 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 da
Deze muziek past hier niet echt bij. Nee. Dit is meer voor een level in de Arabier of zo. Oh, dat is flauw. Ja. Net op die punten. Ja. Ja, dat had ik dus niet moeten doen. Ja. Yay! Oh, prima. Chaka chaka hey, chaka hey. Hoppakee, nou dat tikt ook weer een mooi aardig aan. Ja. En onze grote vriend weer. Infiltreren kun je leren, dat is gigantisch onderin, maar ook wel. Oh ja. Chuck, chuck, chuck. Verwacht jij bezoek? Nee. Nee, ik ook niet, dus ik snap ook de muziek niet. DL. Ah. Verwacht je DL? Nee. Ja, dat is best wel een achterlijk iets van Murphy. Ik heb veel liever dat Murphy gewoon een knop inklikt en dan ook klaar is in plaats van dat hij gaat hannesen. Ja, ik heb dan geen idee wat ik dan met Murphy aan moet. Kun je niet die andere control stick doen, zeg maar? Nee. Doei! Oh, dat zou wel zo'n case vinden. Ja. Dat bedoel ik nou met. Ik kan deze gozer zo moeilijk controleren. Helemaal omdat jij en ik hem beide in kunnen doen. En volgende keer een keer op de A-knop ben je ook weer klaar. Lekker bezig. Dat is het hele probleem ook. Deze heb je niet gedaan. Ja, dat is gewoon A, B, A, B, A, B. Dat stelt niks voor, dat is zo klaar. Je hebt een controle, ik niet, het is gewoon lastig. Mm-hmm. Ja, wat ook lastig is het feit dat hij dan helemaal terug gaat naar die knop naar het begin. Zonder ook maar iets aan te geven, ja, ik ga terug. Kan je hem boven krijgen? Ja.
zelf niet gezien. Ja, maar hij pakt aan jou. Dat is, daarom vind ik ook Murphy gewoon niet fijn als... Ik ben er best in je eentje. Ja, ik ook. Je hebt geen speling op dat stuk. Nee, maar het is gelukt. Ja. Gelukkig maar, het is gelukt. Mm. Nou, dan gaan we hier langs, want daar kwam vandaan. Wacht maar, gaan we even terug? Even terug. Ja, ik ben even terug. Ja. Nog een keer. Klaar. Nee, hier is niks. Ja. Oh, was wel goed iets. Tada, wat een verhaal. Ja, dat is tot aan Murphy. Murphy geeft je ook geen tijd. Pokkenbeest. Deze knop hebben, Murphy. Deze. Oké, dat is dus niks. Het idee was goed, maar ik was niet snel genoeg. Kijk, moet je zeggen, dan sta ik dan al daar op de hoek. Mm. En dan zegt Murphy nog steeds van nee, bekijk het maar. Ik kan hem even slaan. Oké, volgende 2. Oeh, ah. Hoe kan het nou dat ik er overheen spring? Nice! Zo, hoppakee. Doe je nog iets met die ballon of helemaal niet? Kun je hem controleren, want wij hebben er geen zin in. Oh. Het is draaien. Maar soms wil hij wel draaien en soms wil hij niet draaien. Ja, dat is logisch. Ja. Soms logisch wel. Stop, stop, stop. Het is ook... Jij doet niks, toch? Nee. Ik snap deze hele Murphy niet, want... Ik denk van, oké. Ik druk in, ik laat los, hij stopt. Nee, hij neemt het momentum nog mee. Oh, niet boven, boven, boven. Ah. Dit ziet er hartstikke gezellig uit. Ja, ik ben echt wel van mening dat als ik zelf kon bepalen, dat Murphy een stuk makkelijker te controleren was.
Ja, precies. Ja, had ik inderdaad nog geluk mee. Jezus, is dit level een keer af of? Nee, nooit af. Murphy is endless. Je moet ja. Ik ook, maar ik weet niet door waar. Nee, dat had ik dus ook. Oh, door die enemy. Ja. Weer de typische Murphy. Ik ga maar doodgaan. Kunnen die tientjes dan niet even horen van, oh, er is waarschijnlijk iemand onder mij. Laat die bevrijden. Nee, die zeggen ook, stik er maar in. Ja, ik snap het wel. Ja, ik ook. Dat is een lange level voor mijn gevoel. Ja, was het ook. En ik weet niet wat je moet vinden van deze lange levels. Nou, als ze leuk zijn, dan is niet waar. Maar deze is niet leuk. Nee. Ik vind die levels leuk als je kan schieten. Mm-hmm. Ja, maar daar zijn niet veel van. Oeh, 195. Nou, naar deze gaan we de aflevering. Ja, klopt. Dat zag ik al van tevoren. In de lift. Doei mee. Als we dan ook consequent in één lift blijven, maar dat doen we niet. We zitten niet eens in een lift. Nou, we kunnen naar een lift lopen. Jij leeft. Ja. Je had een extra leven. Ja, een extra hit, ja. Oké, hup, daar is niks. Ja, dan moet je ook maar net weten dat zo'n ding aan het einde van de rit is, hè. Nou, ook iets nieuws geleerd. Ze kunnen niks doen als je maar snel genoeg bent. Ja, dat is... Nou, hier is de desbetreffende lift. Oh, nee, de level heette de lift. We zijn klaar met de lift, dus waarom zijn we niet klaar met de level? Gewoon moord. Je bent gewoon eigenlijk op een hydraulische pers. Dat is niet netjes. Ja.
netjes. Au. Ook niks. Hé, hey, daar hebben we er weer een. En lift. Neem maar de lift. Dat viel niet. Ja. Volgende twee. Oké, volgende. Maar ik wil hem wel hebben, just in case dat we een krasslot kunnen krijgen, daar misschien een lum uit kunnen krijgen. Ik kan niet hoog genoeg springen en ik kan ook niet laag genoeg springen. Heel fijn. Ja, het was er letterlijk bij deze al, dus... Ja, je zit zo te kijken als ik. Ja, die... Ja, kan wel. Nee. Zit niks, we kunnen door. Kijk! Daar, wat dan? Oké. Okay. En door. Oh, heel licht. God. Ja, je moet dus hoog blijven, bitstuk. Ja. Ja, dat is zo'n onzin, hè. We zouden gewoon kunnen raken. Oké.
Het is raar dat ik dit zeg, want dan ben ik er volledig tegen. Maar als we nou 20% meer waren ingezoomd. Ja. Helemaal goed. Nice. Heel mooi. Nou, we ook aardig wat punten, dus sowieso een kraslot. Zelfs goud gehaald. Mm-hmm. Dat is goed. Ja. Nice. Heel nice. Maar ja, het is ook nice om nu te zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios, amigos.